Goeiedag. Ja, het weekend komt eraan en het is de afgelopen dagen natuurlijk nat en vaak fris geweest. En dit weekend zal dat niet veel anders zijn. Je moet een beetje geluk hebben, denk ik, als het om het weer gaat. En je moet net op de juiste plek zijn, want het wordt wisselvallig. En dat betekent dat we dit soort plaatjes dus ook wel gaan zien van het weekeinde. Blauwe lucht, de zon die er even bij is. Maar het kan ook zo eruit zien, omdat er dus ook buien gaan overtrekken. En wat we de afgelopen tijd veel hebben gezien, is dat die buien aan het oplijnen zijn. Dat betekent dat op sommige plaatsen heel veel buien vallen en op andere plaatsen het overwegend droog is. Nou ja, dat gaat dit weekend ook wel gebeuren. Maar waar het dan precies is, dat is eigenlijk onmogelijk aan te geven op deze termijn. Dat kan je pas zien op het moment dat die buien aan het vallen zijn. Laten we de situatie maar eens even in het groot gaan bekijken. En die pakken we op vrijdagmiddag 2:00. We zien dan een lage drukgebied boven Denemarken en het noorden van Duitsland. En een hoge drukgebied boven de oceaan nabij Groot-Brittannië. Dat ligt dus helemaal aan de zijkant van de kaart. En ja, dat is niet zo gunstig. Want dan heb je in onze omgeving een noordelijke stroming. En in die noordelijke stroming, en dat hebben we al veel gemerkt, wordt koude lucht aangevoerd en worden ook buien aangevoerd. Zeker als zo'n depressie in de buurt is. We zien dan ook weer dat er zaterdag meerdere buien over het land gaan trekken. Zondag ook buien, maar waarschijnlijk net wat minder. En dat komt omdat dat hoge drukgebied een beetje aan het opschuiven is. U ziet dat hier gebeuren. Dat komt wat meer boven Groot-Brittannië te liggen. De stroming wordt wat meer noordoost. En dan krijg je wat vaker droge momenten. Maar helemaal droog, dat durf ik toch nog niet te zeggen hoor. Ook zondag zullen er nog wel buien overtrekken. En begin volgende week is dat over het algemeen ook niet veel anders. Modellen die hobbelen ook een beetje heen en weer. De ene keer komt dat hoge drukgebied wat dichterbij. In de volgende run is dat toch weer wat verder weg. En dat heeft heel veel invloed op de neerslag. Want ja, als dat hoge drukgebied dichtbij is, dan valt het allemaal wel mee met die neerslag. Maar blijft het toch wat verder weg, zit je zo weer in de buien. Hier nog wat buien in detail voor zaterdag. En dan zien we ook dat ze opgelijnd liggen weer. Ook zaterdag is dat het geval. Dan zijn er dus gebieden waar het verder weg overwegend droog is, terwijl andere plekken toch flink nat kunnen gaan zijn. En zondag, ja, die kaarten gaan nog niet zo ver. Ook dan valt er nog wel hier en daar een bui, maar het ziet er uit dat die zondag wat droger verloopt en dat er dus ook wel weer meer ruimte voor de zon is, omdat je met die open structuur te maken hebt tussen die buien. Ja, fris is het, hè. 10 graden zaterdag, 10 graden zondag wordt het met die buien erbij. Je moet zich voorstellen, normaal in deze tijd van het jaar mag het in de middag wel zo van noord naar zuid tussen de 15 en 17 graden zijn. Daar komen we bij lange na niet aan. Een noordelijke wind, en die is overwegend matig, aan zee ook vrij krachtig. En zondag hetzelfde beeld, maar dan wel dus minder buien. Nou, ik zie dat we op veel plaatsen net een graadje meer kunnen gaan halen. De dagen erna, die lage temperaturen blijven er gewoon in. Overdag 10 graden. De nachten, zondag op maandag, maandag op dinsdag, rond het vriespunt. Dieper landinwaarts in brede opklaringen kan het zomaar weer een graadje gaan vriezen. En een stijging van temperatuur, ja, dat zien we niet in deze termijn. De week erna lijkt de temperatuur wel iets omhoog te gaan. Fijn weekend.